heb hier een M-bot, een robot voor kinderen. Komt in een mooi doosje. En de M-bot is ook speciaal voor het onderwijs beschikbaar. En het idee is dat kinderen zelf deze robot in elkaar kunnen zetten. Kunnen programmeren, kunnen besturen. Er zitten verschillende sensoren en zo op. En het leek me dus leuk om te kijken wat er allemaal in de doos zit. Hoe je hem in elkaar zet. En wat je er vervolgens mee kan. Nou, er zit ontzettend veel in die doos. Allerlei zakjes met schroefjes, moertjes, dingen. Computertje. Ik neem aan dat dit de wielen zijn. Die moeten nog in elkaar. De body. Ik heb twee motoren om hem aan te sturen. Een afstandsbediening zit erbij. Dit is volgens mij een soort draadloos signaal uit te sturen. Schroevendraaier die je in elkaar kunt zetten. Dat is wel handig. Aan de ene kant is het een kruiskop en aan de andere kant is het een inbuttsleutel. Dus dan kun je zelf bepalen welke je nodig hebt. Hier nog een Bluetooth ontvanger, klittenband, nou, van alles. Gelukkig ook de instructies. En daar staat in hoe die in elkaar moet. Zo goed als in elkaar. Ik heb nog niet alles gebruikt, maar er zijn ook heel veel reserveonderdelen, reserveschroefjes, moertjes enzovoort. Ik heb nog wat klittenband over. Ik heb de batterijen ingestopt, die worden niet meegeleverd trouwens. Het gaat op 4 AA batterijen. Er kan ook een lithium accu in, maar die wordt ook niet meegeleverd. Het is nu nog een kwestie van de draadjes op de goede manier aansluiten. Dus hier moet de stroom natuurlijk in van de batterijen. Vervolgens de sensoren verbinden. Hij heeft objectsensoren die zien of er iets in de weg zit of niet. En dat probeert hij dat te ontwijken. Hij heeft lichtsensoren hier onderin. En de draadjes van de motoren moeten verbonden worden. En dat is altijd even gokken, want welke is nou links en welke is nou rechts. Dat is gewoon een kwestie volgens mij van uittesten en als het niet werkt, omdraaien. Goed, die zitten erin. Hij is klaar. Deze even aan de kant. Kabeltje. Hij komt met afstandsbediening. Ook daar zit geen batterij bij. Er gaat zo'n rond knoopje gaat erin. Die had ik toevallig nog liggen thuis. Gaan we aanzetten. Kijken wat er gebeurt. Hij doet het. Je kunt hem programmeren via Scratch en dan kun je hem aansluiten op de computer. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dus ik ben benieuwd hoe dat werkt. In eerste instantie laat ik hem even rijden via de afstandsbediening. Dat moet redelijk eenvoudig gaan. Als ik hier op naar voren druk, dan moet hij naar voren gaan. Nee, hij gaat naar achteren. En naar achteren. Gaat hij naar voren. Volgens mij zitten die motoren niet helemaal goed. Even uit. En omzetten. En als ik nu naar voren druk, gaat hij naar voren en naar achteren. Ik kan de snelheid ook inzetten. Dit is het snelst. En dit is het langzaamst. Ik kan ook draaien. Dat werkt allemaal prima. Hij moet ook objecten kunnen ontwijken, de M-bot. Dat werkt met deze twee sensoren hiervoor. Laten we eens kijken wat er gebeurt als hij tegen deze doos aan probeert te rijden. Hij ontwijkt hem. Ik zet hem snel even stop, want anders rijdt hij helemaal over het bureau. Nog een keer. Dat doet hij op zich wel netjes. Hij heeft nog een optie, en dat is met die lichtsensoren, dat hij gaat rijden als hij een ondergrond herkent, zwart of wit. En daarvoor, en dat is wel aardig, is deze kaart meegeleverd. Je kunt het in ieder geval uittesten. Je kunt het natuurlijk ook heel goed zelf maken met wit papier en verf of duct tape. Even kijken hoor, ik zet hem er bovenop. Kijken of hij iets doet.
En zo kun je mijn lijn laten volgen. Het is even heel simpel met de afstandsbediening. Ik denk dat als je de hele M-bot in elkaar wil zetten om dit te doen, en je hebt het een keertje eerder gedaan, dat je ongeveer 10, 15 minuten ermee bezig bent. Maar dan zit hij wel in elkaar. Hij is volgens mij heel erg geschikt voor kinderen vanaf groep 4, groep 5. Ontzettend leuk om te doen. De slogan van de M-bot is ook One Robot Per Child. En hartstikke leuk om te kijken wat hier nog veel meer mee kan. Want de mogelijkheden zijn natuurlijk nog veel groter dan alleen maar deze paar voorgeprogrammeerde sensoren. Ontzettend leuk om dat verder te gaan ontdekken. Bedankt voor het kijken.